Okay, heard where the lapillar nest is. The great spoonbill. Hear the church bells of Delft in the distance going over the highway. We'll check out these great blue herons another day. Let's go try to find a lapillar. Lady, you can't miss them. Yeah, there they are. What kind of people watching? Oh, yeah. It's pretty close to the bike path here. From the man, they've been here for 8 years. There's about 12 or 13, and in this little woods, there's also, like we saw, the great blue heron colony, and this lapillar colony, spoonbill colony. Hello. Mooi, hè? Oh ja, u heeft hier mooi zicht. Ja. Even kijken. Ja, heel dichtbij, maar toch wel een beetje, hè? Oh, kijk eens even. Oh, kijk. Maar ze hebben nog geen jongen. Ik denk nog niet, nee. Ik hoor van die meneer net, die zijn hier 8 jaar elke jaar. Ja, dat is wel prachtig. Ik denk het wel, ja. Okay. Ik weet niet zeker, maar meestal is het, hè? Nu is allemaal mooi op de film. Ja. Dit is gewoon een hobby. Ja. Oké. Okay. Ja, oh ja. Ja. Prachtig. Stel maar, ja. Je kan het niet precies overbrengen. Ja, ja. Dat is ja. Voor mij best wel. Voor iedereen. Voor business, dat zou je zeggen. Business kan je elkaar in opstaan. Dan komt het gevoel. Als je het gevoel. Of als je even een nuance in doet. www.natuurwacht.nl. Ja. En er is een keer, dus ik heb niet zo lang geleden een themaverhaal hierover geschreven. Oké. Okay. En daar zijn al die details over, ja. Over de leven. Natuurwacht is een clubje mensen. Natuur. Ja, maar heel goed. Dat, dingen. En ook om ze bezig te houden en ook om ze. Het is vroeger ook opgericht. Hij wisselt van nesten. Hij zoekt de goede nest, misschien, weet niet.
Ja, dat is wel. Just heard from the lady that spoonbill normally breeds on the ground, nests on the ground. And there's only two places in Netherlands where they have nests in the trees, and Delft is one, and Haarlem was the other. But that got here they come. So interesting. Krijgenes. Oh, geen probleem. Oh, dankjewel. Waarschuw wel als er wat is. Zoomen of aan en uit zitten of iets doen. Nou, oké, de verhaal is heel duur, want ik zit hier in midden. Is het als je de Gala Express? Ja. Ja, nee. Dit huis? Ja. Maar dat is nu ook een andere, de helft is andere winkel, camera verhuren. Ja, camera cam rent of zoiets. Budget cam. Het is niet meer de chique zaak die het met Robert was. Alleen? Ja. Ja, dat is iets fout. Nou ja, mag toch anderhalve meter afstand. Ik weet niet hoeveel... Ja, dat is allemaal die rare regeltjes nu natuurlijk. Ja. Ik kan het niet meer volgen. Dat we geld investeren in vaccinaties, zitten we allerlei andere rare dingen te bedenken. Ja, dat is echt een gekke tijd. Feest om ze weer te zien. Mooi, hè? Is that two or three? Hard to see. I think it's three.